Keith Green met You Put This Love in My Heart. Hoog tijd nu weer voor Andries Radio, die deze zomer de serie Zin in Wetenschap heeft. En vandaag heeft hij als gast een filosoof en wiskundige. En het thema is Rationaliteit en Geloof. Goedemiddag en welkom bij alweer aflevering 5 van het programma Zin in Wetenschap. Een serie, u weet het over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Interviews met mannen en vrouwen die met dit thema bezig zijn. Iemand die er zeer zeker mee bezig is, is Emanuel Rutte. Goedemiddag, Emanuel Rutte. Goedemiddag. Je bent uh, filosoof. Ik zeg je, hè? Dat ja, je, uiteraard. Ja, geen ja, probleem. Ja, ja, je bent ja. filosoof, je bent wiskundige. Je hebt een debat met Herman Philipsen gedaan over de vraag of God bestaat. Nou, dat zijn niet de minste dingen en niet de minste vragen. Maar ik begin even bij jou uh, bij het begin, want je bent nog niet zo bekend, denk ik. Um, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven, Emanuel? Eh, ja, ik ben uh, onderzoeker aan de Vrije Universiteit. En ik promoveer daaronder René van Woudenberg. Dat is de filosoof van de Vrije Universiteit. Ja, bekend. Klopt, inderdaad. Ja. Um, op een onderwerp uit de metafysica. Of de formele ontologie, zoals dat heet. Ja. Namelijk de vraag of er rationele argumenten zijn voor het bestaan van God. Ja. Daar ben ik mee bezig. Van me... al een aantal jaren ja, eigenlijk. Ja. En um, nou, dit jaar zal ik promoveren in september. Ja, nou, je, nou heb je al in één zin heel veel moeilijke woorden gebruikt. Maar het is eigenlijk de vraag. Uh, jij promoveert op de vraag of je kunt aantonen, los van geloven. Of God bestaat. Ja. ja, dus ik probeer te laten zien dat er, uh, dat er goede, rationele argumenten zijn. Ja. Uh, dus argumenten op basis van bepaalde premissen, zeg maar, bepaalde aannamen die plausibel zijn, ja. die redelijk zijn ja. Ja. en waaruit je kunt afleiden ja, logisch kunt afleiden. Dat er een persoonlijke eerste oorzaak bestaat, in het Engels een personal first cause, en die noemen we God. En die kun je God noemen? Ja, ja die kun je God noemen inderdaad. Ja, Daar gaan we het zo verder ja. over hebben over de verhouding geloof, geloof en wetenschap. Maar waarom, waarom ben jij in deze materie geïnteresseerd geraakt? Want je hebt wiskunde gestudeerd en filosofie gestudeerd. Had je toen al een gevoel: ik moet God gaan, tussen aanhalingstekens, bewijzen? Ja, nou, ik ben um, na mijn middelbare schooltijd ben ik wiskunde gaan studeren in Delft, en mijn grote passie was ook wiskunde. Oh. En in die tijd had ik met God eigenlijk heel weinig. Ik moet misschien zelfs zeggen, eigenlijk niets. Was je wel christelijk opgevoed? Ja, ik ben uh, katholiek opgevoed van huis uit. Maar dat is iets wat, wat ik nooit echt zeg maar, doorleefd heb. Hè. Dus ik heb het meegemaakt. Ik ben ook uh, gedoopt. Ik heb de catechismes gedaan. Maar dat is niet iets geweest waar ik op een gegeven moment ook een, een bepaalde band mee gekregen nee. heb. Dus ik ben eigenlijk vrij snel. Me met, met wetenschap gaan bezighouden, met fysica, met, met wiskunde. En mijn grote passie was de wiskunde. En daar ben ik een heel groot aantal jaren van mijn leven mee bezig geweest. Als wiskundige. Als wiskundestudent in Delft. Ja. Uh, ik heb toen een promotieverzoek gekregen. Dat heb ik toen uiteindelijk niet gewild. Uh, de belangrijkste reden voor mij was eigenlijk dat ik in de wiskunde een bepaald gemis begon te voelen. Ik dacht altijd: het zit in de wiskunde. Daar vinden we, ja, daar vinden we het. Daar vinden we betekenis. Daar vinden we waarheid. Maar naarmate ik er meer en meer mee bezig was, uh, begon ik iets te voelen wat filosofen wel een metafysisch tekort noemen. Ik begon een bepaalde leegte te voelen. Dat leidde tot een kleine crisis. Moet er niet, niet te zwaar over doen, maar tot een kleine ja. crisis. En ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan naar, naar, naar iets. iets, iets dieper iets anders. En ik kwam eigenlijk, eigenlijk per ongeluk bij de filosofie uit. Want je zocht er dus, want de, de, die crisis, ik noem hem even in mijn woorden, of ja. niet te zwaar, maar nee, goed, nee, nee, dat nee. zijn de vragen die, die iedereen misschien, ja, hopelijk iedereen wel stelt van, uh, waar leef ik nou eigenlijk voor, wat is de zin van mijn bestaan, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe, zoiets. Denk ik maar even, ik vul dat even in voor je hoor. Nee, goed. Ja, en waarom, waarom begon je toen, uh, laten we zeggen, antwoorden in de filosofie te zoeken en niet in jouw Geloof voor mij in ieder geval wel was opgegroeid. Nou kijk, toen ik in, dus in mijn Delftse periode speelde voor geloof voor mij geen enkele rol. Het was zelfs zover dat ik mij in die tijd niet eens atheïst genoemd zou hebben. Je moet je voorstellen ja. dat het voor mij het onderwerp bestond niet. <laughs> ik was wiskundige, ja. daar, daar was het, het te vinden, zeg maar. Ik zocht dan het, het absolute in de wiskunde, zou je kunnen zeggen. En wat daarbuiten bestond, was eigenlijk voor mij, voor mij ja, dat, dat, dat had ik niet in het vizier. Ja. En toen ik op een gegeven moment een beetje in die, in, die, in, die, in die situatie terecht kwam, schreef ik mij bijna argeloos in voor een cursus filosofie in de binnenstad van Amsterdam. Ik deed dat eigenlijk zomaar, zonder enige reden. En op een gegeven moment ben ik daar uh, naartoe gegaan en was ik ook in het begin heel sceptisch. Je moet je voorstellen, ik ging daar zitten en ik dacht: ja, ja het is eigenlijk onzin, gezemel. Gezemel. Ja. Ja. Maar ik bleef gaan. Ik bleef iedere week weer komen. En ik begon te merken, zeker toen een aantal uh, filosofen uit de uh, hedendaagse traditie werden behandeld. Dat daar een bepaalde rationaliteit zich melde. Een bepaalde manier van rationeel zijn. die niets met wiskunde te maken heeft. Nee. Maar die heel zinvol en heel betekenisvol kan zijn. Ik raakte, om het dan maar zo te zeggen. Ik raakte bevangen door de wijsbegeerte. Ja. Door de wijsbegeerte. Ja, niet door geloof? Nee, niet door geloof. Door de wijsbegeerte. Ik maakte een stap van wiskunde naar filosofie. Nou, ik ben daarna, ben ik, zoals je dat zou kunnen zeggen. ben ik, ja, ben ik vol voor, voor de wijsbegeerte gegaan. Ik ben dat gaan. Uh, Studeren. Ik ben dat nu aan het uh, Ik heb ja. de promotie opgepakt. En in die wijsbegeerte. begon ik mijn, uh, mijn, mijn, mijn gevoel naar zingeving. begon ik verder te ontwikkelen. Ja. En ik deed dat aan de VU. Ik ging dat aan de VU studeren. Ook een keuze die met geloof eigenlijk weinig tot niets te maken had. Het was namelijk bij mij in de buurt. Kun je je voorstellen. Ja. Maar doordat ik aan de VU wijsbegeerte ging studeren. kwam ik in feite eigenlijk voor het eerst. in contact met de christelijke traditie. Ja. Ja, Daar zit nog van oud zitten daar dode Weert en hoofd En ja. daarvoor zaten Bavink en Kuipen, maar dat is een hele tijd geleden. Inmiddels ja. zaten er ook. En tegenwoordig zitten er ook nog filosofen die ook een band hebben met het christelijk geloof. Absoluut. Ja. En voor mij was dat een hele bijzondere, ja, bijna een existentiële ervaring, wat je dan zo zou kunnen noemen. He, ik had, je moet je voorstellen, ik had op een gegeven moment veel filosofie gelezen. Ik had Plato bestudeerd, ik had Aristoteles bestudeerd. Dus ik kende die, die, ook die traditie inmiddels vrij goed. En toen begon ik. Doordat ik op een gegeven moment ook met, met, met patristiek begon eh, bezig te zijn. Patristiek, dat zijn de kerkvaders, hè? Klopt. Augustinus en alle mannen en vrouwen nou, vooral voor hem, en ja. ietsje na hem. Ja, ja inderdaad. Ja. En wat er toen gebeurde was eigenlijk het volgende: ik, ik kwam in aanraking met die, met die teksten. En dan praat je dus ook over de teksten van Augustinus, maar ook het Nieuwe Testament. En dat had op mij een verpletterende indruk. Dat was, dat was eigenlijk een, een, een affectieve ervaring, had met rationaliteit niets te maken. Raakte, het kwam bij je binnen. Het kwam heel diep bij mij binnen, misschien ook juist wel omdat ik al die jaren wiskunde gedaan had en al die jaren wijsbegeerte gedaan had, en hier, hier zich nu iets melde voor mij persoonlijk, iets melden wat ik ongekend vond. He, de wijsgerige diepte. Um, ook de, de ethische en existentiële waarachtigheid die ik daarin ontdekte in die ook, teksten. Ja, ook bij het Nieuwe Testament? Absoluut. Of misschien juist bij het Nieuwe nee, Testament? Euh, nou, ik werd vooral gefascineerd door, het, door de persoon van Jezus. Absoluut. Hm. Um, maar ook een bepaalde sublieme esthetiek in dat hele verhaal. Wat is esthetiek, schoonheid? De schoonheid van het Bijbelverhaal. Dus een van de eerste momenten die mij um, op de weg naar het christendom gebracht hebben, ja. als je het zo mag formuleren. Is dat ik getroffen werd door de enorme schoonheid van het Bijbelverhaal. En ook door de enorme diepgang daarvan. Um, ja, het zou nu te ver gaan om allerlei ja, nee. te nee. nee, ik, dat, maar... ja, nee ik, wil, ik vraag zelfs geen voorbeelden. Nee. Maar ik, ik, als je natuurlijk, zoals ik, uh, opgevoed bent met de Bijbel, dan zie je misschien uh, helemaal die schoonheid niet meer. Die iemand die, die dat Nieuwe Testament voor het eerst gaat lezen, echt gaat lezen, ja. zoals jij, die dan overweldigd wordt door de schoonheid van de ja. Bijbel. Dus dat fascineert me wel. Maar ik ga geen voorbeeld vragen. Nee, nee is, want ik zie ook nog allemaal wetenschap en rationaliteit opkomen in dit gesprek. Ja, absoluut. Noem, noem, gewoon noem eens één voorbeeld van. Nou ja, ik vraag het toch. Ik Tuurlijk. ben veel te nieuwsgierig. Wat, wat is een verhaal wat jou erg aansprak? Nou, wat, wat ik bijvoorbeeld heel frappant vond in, in het Bijbelverhaal. Uh, is dat daar wordt geleerd dat de mens. En dat is een heel zwaar woord, maar ik ga het toch zeggen. Dat mens zondig is. Oh, dat hoor je iedere dag bij de D.O. Dat hoor je daar dan wel. Vaak wel, ja. Daar wordt vaak heel. heel, heel er wordt vaak heel zwaar over gedaan en heel heel moeilijk over gedaan, maar ik dacht hey, wat zich hier nu meldt, wat hier nu gezegd wordt is dat ieder mens uiteindelijk ten diepste ja, imperfect is, onvolledig is, incompleet is, dat we dat allemaal zijn en dat we dat ook niet anders dan kunnen zijn. En ik dacht kijk, hier wordt nu iets gezegd wat ik bij al die filosofen Sowieso in de wiskunde, maar ook bij al die filosofen, nooit op die manier naar voren gebracht heb zien worden. En ik dacht: kijk, dit is existentieel waarachtig. Dat vond ik fascinerend. Dat vond ik heel fascinerend. Dat ja, hier zit iets, hier moet iets zitten, hier zit meer in. En in die tijd, moet je je voorstellen, had ik ook nog helemaal geen rationeel argument voor het bestaan van God nee. gezien. Hè? nee. Het dus nee, was later gekomen. Ja. Jij bent uiteindelijk christen geworden. Ik moet ja. even een in straks Ja, ja je, bent, je zou jezelf nu als... Ik, ik noem mijzelf christen, christen. Absoluut. Ja. Ja. Volmondig. Volmondig. Ja. Ja. Absoluut. En je bent dus bezig. Dan gaan we naar het thema ja. van deze serie. Ja. Hoewel ik dit wel ontbijt. Gewoon boeiend verhaal. Moet ik eerlijk zeggen. Dan gaan we naar het thema van deze serie. Ja. Je bent... Daarna ben je uh, gaan kijken dus naar rationele bewijzen voor het bestaan van God. Ja, Ik noem het zelf geen bewijzen, ik nee. noem het argumenten. Ja. We bewijzen doen we in de wiskunde, ja. in de ja. filosofie geven we argumenten. argumenten. Ja. En, ja. en Thomas van die Quine noemde het wegen, hè? De, 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 ja, die noemde, had weer een ander woord. Um, had je dat nodig voor jezelf toen je christen was? Dat je denkt: Ik ben wel christen geworden, maar dat komt omdat die teksten bij me zijn binnengekomen. Laat ik het zo maar even ja. formuleren. Ja. Ja. Dat is emotioneel, affectief. Ja. Dacht je toen: Ja, maar ik moet, even ook weten, ik moet het even zeker weten, laat ik het zo maar formuleren. Of bedrieg ik mezelf niet voor de eeuwigheid doordat ik denk dat ik iets voel? Ja. Nee, dat, inderdaad. Dus op een gegeven moment, kijk, als je een wereldbeeld, een levensovertuiging omarmt... met heel je mens zijn, dan hoort daar ook de reden bij. We hebben als mensen hebben we allerlei vermogens, gevoel, ja. intuïtie, wil. Maar we hebben ook een reden. We hebben het ja. redenvermogen. En ik vond het op een gegeven moment belangrijk om ook te, te, te onderzoeken... in hoeverre we ook dit wereldbeeld, deze ja. levensovertuiging, rationeel ja, kunnen rechtvaardigen. Met ons verstand. Ja. En tot mijn verbijstering ontdekte ik dus... Dat er hele goede hedendaagse rationele argumenten zijn voor het bestaan van God. Ja. Waarom tot je verbijstering? Omdat ik vanuit de filosofie ook zelf in een traditie was opgegroeid. He, vooral de, de tijd na Kant, zeg maar. Immanuel Kant, filosoof. Ja, inderdaad. Ja. He, de, de allesvermorselaar he, ja. van, de, van de metafysica. Um, ook ik kom uit een tijd waarin altijd gezegd werd ja rationele argumenten voor het bestaan van God daar doen we niet meer aan nee. dat is waar eenmaal. dat is de tijd van de scholastiek van, van Thomas van Duns Scotus Kant heeft ons in laten zien dat het allemaal niet kan dus ik, ik had ook het idee van ja die reden dat zal een uitdaging worden ja. maar wat blijkt nu in Amerika in de laatste uh, in de tweede helft van de vorige eeuw in de jaren zestig is er een hele grote revival opgetreden van, van ja, analytische filosofen, ja. dus zeg maar filosofen die hele nieuwe, hedendaagse, rationele argumenten hebben ontwikkeld, die zo interessant en, en ook sterk zijn, meen ik, dat, dat uh, vanuit het, zeg maar het atheïstische uh, veld ja. daar, uh, ja, daar heel moeizaam mee wordt omgegaan. Ja, ja. Was jij teleurgesteld over het feit dat jij eigenlijk niet wist dat dit bestond? Ja, ik, ik zeg daar volmondig ja op. Ik had het graag willen weten. Ja. Ik had graag veel eerder dit willen weten. Um, een van de redenen bijvoorbeeld dat ik vroeger als kind met het geloof weinig tot niets had. Nou zeg maar gerust niets, niets had. Ja. Was omdat ik er a priori op voorhand uh, van uitging. dat het rationeel helemaal niet, verdedig, niet verdedigbaar is. Nee. Dat, het, dat het irrationeel is. In, in gevoel. Gevoel, ja. Een inwisselbaar gevoel. passiegevoel, gevoel, een narrativiteit, een, een verhaal. Ja. Ja. Maar het blijkt gewoon dat bepaalde basisthesen van, van, van het christendom. He, dus dat God bestaat, ja. dat die wijsgeren gezien op zeer goede premissen kunnen worden gefundeerd. Ja. Maar, nou zegt de theologie, ja. uh, ook in Nederland, maar ook uh, misschien wel breder dan Nederland... laten we dat nou maar niet meer doen. Uh, we, hebben, we hebben Thomas van Aquino gehad, we hebben andere filosofen gehad... die hebben geprobeerd te, nou, beargumenteren. Ik neem je woord even over, okay. niet te bewijzen, maar te beargumenteren dat God bestaat. het is allemaal op niks uitgelopen. Uh, hoe meer we daarmee bezig zijn, hoe zwakker onze argumenten worden, om het zo maar even te zeggen. Dus ook de theologie heeft in de laatste vijftig jaar... Uh, een beetje afstand. Karel Bart, de grote invloed van ja, Karel Bart, die zei absoluut. stop, stop, stop ermee. mij, ja. niet doen, nein, ze heeft hij zelfs gezegd. <laughs> um, ja. dus, dus in de theologie wordt er nauwelijks meer uh, aandacht aan besteed. Behalve in Engeland en Amerika, maar dat komt zo. Ja, ja. nou wat, wat, wat je natuurlijk dus ziet bij Karel Bart en anderen, is dat zij vooral in de Kantiaanse traditie staan. Hè. Zij accepteren het verhaal van Kant. En Kant heeft dan de argumenten weerlegd, zeg ja. ik maar, even ja. kort, Kant heeft beargumenteerd dat die argumenten onhoudbaar zijn. Ja. En men heeft dat geaccepteerd. Ja. Maar wat blijkt nu? Uh, een nieuwe generatie filosofen, die ook allerlei nieuwe, nieuwe instrumenten ontwikkeld heeft. Denk aan de modale logica en zo. Nee, denk ik niet aan, want dat begrijp ik niet. Oké, okay, maar... maar bepaalde nieuwe, nieuwe, ja. nieuwe rationele methoden hebben laten zien dat die argumenten van Kant in ja. feite falen. Ja. Die, en, en het aardige is nu dat zeg maar, de, de nieuwe generatie atheïsten, zoals bijvoorbeeld Herman Philipsen, dat ook erkent. Ook Herman in zijn nieuwe boek zegt, zegt terecht: ja, die, 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 die weerlegging van Kant. En van de generatie vlak na hem, die is niet meer courant. We moeten als atheïsten moeten we opnieuw werk doen. Want er zijn gewoon hele goede nieuwe argumenten voor, op tafel. Maar betekent dat op dit moment de uitdaging veel meer bij atheïsten ligt. om te bewijzen dat God niet bestaat. dan bij christenen om te beargumenteren dat God wel bestaat? Um, dat zou. Um, ja, ja. Ik, yeah. ik zou het als volgt willen formuleren: uh. um, Als christen zeg ik dit: het wereldbeeld, het theïsme. Is rationeel volstrekt plausibel en rechtvaardigbaar? Dat is mijn these. Plausibel, dat is waarschijnlijk. Ja, dat, dat, dat betekent is, dat, ja, het, dat het. Ja, je mag het heel waarschijnlijk noemen. Ja. Of, of in ieder geval, het is rationeel zeer goed fundeerbaar. Oké, okay, dan ga je iets verder. Um, ja. De atheïst heeft nu werk te doen, gegeven al deze nieuwe argumenten, ja. om opnieuw te beargumenteren, als ze dat zou lukken, dat die claim niet ja. terecht is, dat ja. het alsnog niet rationeel en rechtvaardigbaar is. Ja. Maar bewijzen dat God niet bestaat, of bewijzen dat God wel bestaat. Daar houden, we ons in feite niet, daar houden we ons als filosofen niet nee, mee begrijpen. bezig. Het gaat om, om, ja, om waarschijnlijkheid. Ja. Ja. Het gaat om waarschijnlijkheid. waarschijnlijkheid. Noem, eens, um, noem eens een argument. Uh, want dat is het woord, hè? Argument. Ja, ja. argument. <laughs> noem eens een argument wat jou erg aanspreekt. Nou, een heel mooi argument. Wat, en wat ik begrijp. Ja, wat ik een heel mooi argument vind. En wat ook door de hedendaagse wetenschap ook krachtig wordt bijgezet. Is het zogenaamde kalam-argument. Um, ik zal het gewoon geven. Het bestaat uit twee premissen. Dat zijn aanname of ja. veronderstellingen, uitgangspunten en één conclusie. De eerste premisse luidt dat als iets begint te bestaan, dan moet het veroorzaakt zijn. Dus alles wat begint te bestaan, moet een ontstaansoorzaak hebben voor zijn of haar ontstaan. Ja. Nou, dan zeg ik dat klinkt plausibel. Ja. Ik denk aan de oerknal. Of denk ik aan de veld. Nou, daar komen we, daar, daar komen we in, 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 in luttere seconden uit. Dus in die zin, Andries. De tweede premisse luidt dat. Het universum is begonnen te bestaan. Het universum is een eindige tijdsduur geleden ontstaan. Het universum heeft een absoluut begin gehad. Uit deze twee premissen volgt logisch dat het universum een ontstaansoorzaak moet hebben. Nu, de oorzaak van dit universum. Is natuurlijk ook de oorzaak van alle ruimte, alle tijd. Want het universum is per definitie het geheel van alle ruimte en alle mm. tijd. Dus de oorzaak daarvan moet zelf buiten ruimte en buiten tijd liggen. Mm. Het, kan dus niet begonnen, het kan dus zelf niet begonnen zijn te bestaan. Het is daarmee onveroorzaakt en dus noodzakelijk. En het is vrij machtig, want het produceert een universum. Dus we hebben nu in een heel kort argument een, het, het bestaan al beargumenteerd van een. Buitenruimtelijke, buitentijdelijke, immateriële, noodzakelijk bestaande oorzaak. van het universum. Nou, dat is al interessant. Want dan zit je in feite al in een. wat filosofen noemen. in een supernatural context. Naturalisten zouden hier al een probleem mee kunnen hebben. En dan is de vraag: ja, maar is deze oorzaak. nou een subject, een bewustzijn, een persoon, een iemand? Of is het een ding, een, een iets, een object? Want wij. Ik ga je versnellen. Wij zeggen dan dat is God. Ja. Of een God. Dat is God. Als je praat over een... ja. Want Philipsen je... zal zeggen, misschien is dat wel waar. Meneer Rutte. Ja. Misschien is dat allemaal wel wat... Ja. Eh, maar ik noem dat eh, nou iets of... Ja. Ja. En daarom is er nog één stapje nodig. En, ja. dat, en dat is het laatste stapje. Dan is de vraag, als we deze oorzaak hebben afgeleid, redelijkerwijs... Dan moeten we ons afvragen: is het nou een iets of een iemand? Is het nou een, 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 een ding of een subject? Is het een is het persoon het god, ja. of is het een voorwerp? Ja. 2000 jaar denktraditie heeft ons twee kandidaten opgeleverd voor deze oorzaak. Ofwel abstracte objecten. Wat zijn abstracte objecten? Dat zijn typisch getallen. Ja. Of proposities, bepaalde concepten. Denk aan Plato met zijn Platoontje ideeënrijk. Ja, nee, ideeën ik, ja oh, stop, stop. Ja, ik denk nog wel, maar... Ik, uh, abstracte objecten. Het ja, be begint lastig te worden. Zoals getallen bijvoorbeeld, ja. die dan ook buiten ruimte en tijd zouden bestaan. En die ook um, noodzakelijk zouden bestaan. Dus dat is één optie. De tweede optie die we redelijkerwijs na al die millennia hebben kunnen vaststellen... is een immaterieel bewustzijn. Ja. Dat zijn redelijkerwijs de twee opties. Nou, abstracte objecten zijn... Causaal inert. Wat, wat bedoel ik daarmee? Zij kunnen niks veroorzaken. Een getal mag weliswaar buiten ruimte en tijd bestaan, maar kan niets veroorzaken. Dus dan blijft er redelijkerwijs nee, redelijke ja. een optie over. Als het dan geen abstract object is, wat namelijk kausaal inert is, niks kan veroorzaken, dan is het heel redelijk om te veronderstellen dat het dan waarschijnlijk een immaterieel bewustzijn is. Ja. Een persoonlijke zijnsgrond van de wereld. En dat is wat Thomas God Begonde. noemt. Heb ik dit ja, ik geloof dat ik dit wel een beetje gevolgd heb, Oké, ja. oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Maar kan Philips er dan niet zeggen? Ik noem Philips nee, 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 er even. van. Nee, nee, natuurlijk. joh uh, dat, is, dat is mooi bedacht. Ik volg je ook nog wel. Maar je laatste stap neem ik gewoon niet. Uh, ja. Jij noemt het God, want je bent christen. Ik noem het iets anders. Ja, dus als het argument wordt gevolgd. En we ja. zeggen dat, dat, het, het, de, 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 dat het idee dat deze, dat, dat deze zijnsgrond, hè, deze ja. eerste oorzaak. een subject is, een ja. persoon. dan, moet je kant, dan ja. zeg ik ja, beste uh, atheïst of, ja. of Herman. Als we, een, als we het bestaan hebben afgeleid van iets wat namelijk de oorzaak is van de hele kosmos. en wat ook nog een subject is, een bewustzijn. Ja, dan noem ik dat God. Ja. Als God niet de persoonlijke zijnsgrond is van de werkelijkheid. Ja, is, wie is God dan? Ja, ja. Ik vind dat je dat God mag noemen. Ja. Heb je dan de God van Abraham, Isaac en Jacob? Nee, je hebt theïsme. maar ja. je hebt nog geen christendom. Nee, nee. Daar is meer voor nodig. Ja. Daar is meer voor nodig. Nou zal een luisteraar die jou tot nu toe gevolgd heeft, die zal zeggen: Dat is, heb je mooi bedacht allemaal. En misschien uh, klopt het ook nog allemaal, maar ik hou van deze god helemaal niet. Dit zegt me helemaal niks. Dit is, ah, dit is filosofie. Dit is. Hier heb ik geen relatie mee. Deze komt niet in mijn hart. Hier ga ik ja. niet over zingen. Ja. Ja. Noem maar op. Ja. Begrijp je dat? Ik begrijp is dat. misschien zelfs iets waar, waar ik een beetje afkeer van heb. Ik begrijp dat heel goed. En ik denk dat we dat we ook een onderscheid moeten maken tussen geloof. Als geleefde praktijk. Ja. Het geloofsleven, wat, wat we als gelovigen in ons dagelijks leven ervaren. Dat, dat heb jij ook? Wat heel affectief, affectief is. Affectief is, Gevoel. Gevoel, ja. Passie, passie uh, ja. intuïtie ook, ja. denk ik. Ja. Uh, de sensus divinitatus, waar Calvijn over spreekt. Ah, een, een katholiek die Calvijn aanhaalt. Ja, maar ja. ik noem mezelf ook christen. Ik wil toch, ja, ik, ja. Ik, ik ben niet. Ik, ik noem mezelf christen. Ik noem mezelf geen katholiek. Nee. Okay. Ik ben daar toch iets, 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 okay. wat, iets losser in misschien. Maar dat is het geloofsleven, dat is die praktijk. Ja. En aan de andere kant hebben we gewoon een aparte vraag of die praktijk ook rationeel gerechtvaardigd kan worden. Dat is iets wat, wat filosofen doen, waar ze zich mee bezighouden. Wat zeker niet alle gelovigen hoeven te doen. Nee, dat is de vraag even. Moeten gelovigen dit ook allemaal doen? Of zeg je nee, joh, dat doe ik wel voor jullie. Nou, dat doet de wetenschap wel voor jullie. Nou, ik zou iedereen moeten doen wat hij wilt. En als een gelovige dit, in, dit interessant vindt, zal ik ja. hem zeker graag uitnodigen om zich ermee bezig te houden. Maar waar het voor de geloofsgemeenschap om gaat, denk ik, is dat er een aantal. Uh, filosofen zijn die laten zien dat deze wereldbeschouwing, deze levensovertuiging, heel goed rationeel kan worden gerechtvaardigd. Ja. Hetgeen belangrijk is, ook in ons discours, in ons gesprek met bijvoorbeeld atheïsten. Ja. En ik denk dat jij het idee hebt, als ik je zo volg nu, dat we dat de afgelopen decennia in, in ieder geval in Europa hebben laten liggen. Absoluut, dat we ons hebben laten wegdrukken. Absoluut, ik denk dat juist in Europa, dat we als, als, als geloofsgemeenschap te veel een postmoderne koers zijn gaan varen. Wat betekent dat? Dat betekent dat we vooral zijn gaan letten op de gedachte dat ja, als het dan allemaal niet rationeel rechtvaardigbaar is, als we dan niet echt de goede rationele argumenten kunnen geven, laten we dan maar gewoon praten over ons verhaal, over onze manier van leven en laten we dan gewoon anderen maar uitnodigen om deze narrativiteit te delen. Yeah. Ik denk dat we daarmee een catastrofale fout maken. Als wij ons in die zin volledig zouden uitleveren aan zo'n verhaal ja. Geloof is alleen maar een, 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 een leefpraktijk. Hè, gevoel. Een, een gevoel. En uh, de, daar kun je rationeel helemaal geen, geen, geen onderbouwing voor geven. Dan denk ik dat we uiteindelijk een hele generatie gaan verliezen. Een generatie Want, denkende ja, studenten. Ik, denk, uh... ik maak mee dat heel veel studenten. De aversie die ik vaak zie tegen geloof. Hè, ja. Dus de intellectuele barrière die ik zie. Ja. Nou, het woord zegt het al. Heeft te maken met het feit dat men denkt dat het gewoon irrationeel is. Ja. Zodra je laat zien. Dat het niet irrationeel is. Sterker nog dat het eigenlijk rationeel heel erg interessant en goed in elkaar zit, creëer je ruimte. Creëer je ruimte om dat bijbelverhaal ja. überhaupt weer serieus te nemen. Om mensen weer daarmee onbevangen in contact te laten komen. Ja. Dat is heel belangrijk. En ik denk dat we als, als gemeenschap dus die rationele argumentaties niet moeten, niet moeten zien als het enige, maar moeten meenemen. Ja. Het hoort in een pakketje. Want je kan natuurlijk ook zeggen, studenten hebben een aversie tegen geloof. Bijvoorbeeld omdat het met het geloof in de cultuur niet altijd goed is gegaan. Omdat we christenen het ook wel eens verkeerd hebben gedaan. Ja. Oh, absoluut. Nee, ja, we hebben natuurlijk de ellende Absolute. gehad natuurlijk in, in, in de katholieke kerk. Zonder Absolute. verder met stenen te gooien. Um, dus laten we zeggen, de aversie kan een hele emotionele ja. uh, oorzaak hebben. Of, kan. Of, of, of een luiheid van denken. Kan. Dus ik denk inderdaad ja. dat er verschillende manieren zijn om, om apologie ook, ook in ja. te zetten. He, je kunt uh, inderdaad uh, op allerlei manieren daarmee omgaan, maar wat we niet moeten doen is vergeten dat er een hele goede rationele casus bestaat hmm. en dat we dat juist ook moeten laten zien. Omdat daarmee bij een, althans een heel groot gedeelte van, van mensen die dus sceptisch zijn ten aanzien van geloof, weerstand kan worden weggenomen. Ik las ergens een zin dat de, de waarschijnlijkheid, dat de waarschijnlijkheid van, het, ik geloof ik me goed citeer, de waarschijnlijkheid dat God bestaat is groter dan de onwaarschijnlijkheid dat Hij bestaat ja dus zou dus... je daarin meegaan dus de kans, kans dat klinkt zo plat nee. maar de kans dat hij bestaat rationeel dan hè met mijn ja. verstand ja. met de reden als je alles afweegt en je neemt ook de ontwikkelingen van de laatste decennia mee hè? dus we hebben fine tuning ontdekt we hebben kosmologische oorsprongen ja. ontdekt uh, als je alles afweegt dan ben ik van mening dat Theïsme, ja. moet ik het ook wel goed formuleren. Ja, dat precies, theïsme, theïsme rationeel ja. de meest redelijke positie is. Ja. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Ja. En bij dat theïsme kan je dan later nog invullen dat is God. Ja, ja. En, dan ja. Is de, en dan is de stap naar theïsme naar nou, christendom, is een, ja, is een bijzondere. Waar we helaas waarschijnlijk niet, niet aan toe gaan komen. En dan nu. komen we in deze... Nee, maar nee. dat is ook niet het onderwerp van deze... Ja, nou ja, weet ik niet. Je noemde even fine-tuning. Uh, fine fine-tuning. Ja, ja. Dat, is, dat is een belangrijk woord aan het worden, denk ik. Ja, absoluut. Uh, omdat we hebben ontdekt dat er zoveel constanten zijn... Ik kijk even naar buiten nu voor de luisteraar. In de, in de, in, in de cosmologie. kosmologie. Ja. Uh, in de natuur, in de schepping. dat als er maar iets. een procentje of een promilletje zou veranderen. in al die waarden. dan zou de hele aarde ineens storten. of het hele ja. al. Of nou, dan, dan zou er. Zou, ja. dan zou er überhaupt geen stabiele ontstaan oh, dus, nee, zijn. Er niks zijn nee. en sterker nog. er wordt vaak gezegd een promille of zo. Hè? Ja. Als je je realiseert. ik zal één voorbeeld geven. Als je, je realiseert dat de zwaartekracht bijvoorbeeld. als die met een factor 1 staat. tot 10 tot de macht 100 uit mijn hoofd. anders zou zijn. Dan zou er al geen stabiel universum ontstaan zijn. Dus het zijn zeer, zeer saliante uh, fine-tunings die we zien. Dat de kans dat, wij, de kans dat wij er nu zijn, ik kijk naar jou, ik kijk naar mezelf en ja. ik kijk nu even naar buiten, ja. dat die er is en gebaseerd op toeval is eigenlijk. Het, is, het zou onredelijk zijn. Ik, ik zeg wel eens, als jij op een gegeven moment op een filmpje ziet dat in een groot stadion iedereen hetzelfde getal roept. 100.000 mensen wordt gevraagd, noem een getal. en je ziet het hele stadion allemaal in koor 114 roepen. dan heb je twee opties. Eén, het is brute toeval. Ja. Het is gewoon toeval. Of je zegt, nou, dat filmpje is waarschijnlijk ontworpen. Dan ga ik. Dus die gebeurtenis, sorry, is waarschijnlijk ontworpen. Dan vind ik het het meest redelijk om te zeggen. dat is inderdaad geen toeval. Daar zal waarschijnlijk een intentie achter zitten. En dat kun je in feite voor de kosmos ook laten zien. Ja. Merk jij in gesprekken uh, met andersdenkenden dat dit. Land. Uh, of land. Dat, dat, dat er haakjes komen. Ja, ik, merk, ik het voorzichtig vragen. Ik merk. Als ik met, met mensen praat. die zeer negatief staan tegenover de redelijkheid van het geloof. en ik ga met hem in gesprek. wat ik dan merk. is dat men op een gegeven moment. ja. er anders naar gaat kijken. Ik zal niet zeggen dat men onmiddellijk. Uh, nee, die, nou, nee, die nee. nee die Jezus nee. omhelst. Ja, absoluut niet. En dat zou ook raar zijn, hè? Nee. Maar dat men wel zegt. hey ik heb dit nooit geweten. Ik heb nooit geweten dat er op wijsgerig niveau ook gewoon in academische werelden, ja. hè? dat er in feite een hele goede rationele casus bestaat voor theïsme. En nu gaan ze daar vaak wel ook anders naar kijken. Dat merk ik, dat merk ik in mijn eigen uh, omgeving, ja, absoluut. Ja, ja. absoluut. Het is het eerste, eerste, het is de eerste beweging, het, het even te Het is het wegnemen van een intellectuele barrière. Ja. 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 En dat ga je dus allemaal, uh, Deo Volente, in september zei je, hè? aan de VU ga je dit verdedigen. Ja, aan de vuur zal ik mijn, mijn uh, proefschrift verdedigen, ja. inderdaad, En uh, waar ik een aantal eigen argumenten, die ik dan zeg maar zelf bedacht heb, ja. uh, zal, zal, zal verdedigen. Ja. En professor René van Wouderberg die doet dat. Nou, die is ja. christen. Heb je ook een niet-christen uh, meegenomen die bereid is ja. om, <laughs> om, om deze dissertatie inderdaad toe, toe te staan? Ja, we hebben een niet-christen bereid gevonden, namelijk Herman Philipsen. Oh, Herman Philips zit in, zit in de leescommissie. Die zit in de leescommissie. En heeft zijn, uh, inmiddels, heeft zijn uh, zegen inmiddels gegeven. <laughs> en die gelooft niks oh, van, het... maar vindt het wetenschappelijk aanvaardbaar dat je dit doet. Zo ja, dat, dat precies. Ook hij maakt een onderscheid tussen de persoonlijke overtuiging ja. en, de, en de beoordeling van een werk. Hij vindt het werk rationeel, of wijscherig gezien, vindt hij van dermate kwaliteit dat hij dat heeft willen goedkeuren. Ja, okay. Nou, we gaan het meemaken. Emanuel Rutte, dank uh, vanmiddag voor je komst uh, naar de studio. Als u meer over hem wilt weten, dan is het uh, www.gjerutten.nl. En je hebt ook nog een blogspot. En daar staan ook wat, wat namen op van mannen die jij, die jij uh, volgt. En Amerika ook, Bill Grake, een hele bekende naam voor de, voor de kenners. Nou, dankjewel voor je komst vanmiddag naar de studio. Dit was deel 5 in de serie Zin in Wetenschap. Volgende week alweer de laatste aflevering. En dan komt René Franse, dokter René Franse, bioloog. En hij is niet verder gegaan in de wetenschap, maar hij is wetenschapsjournalist geworden. En heeft afgelopen week een paar keer over het Hicks-deeltje geschreven. Nou, hij volgende week. Bedankt voor het luisteren. Morgen een goede zondag. love you Dat was een uh, echte klassieker, You're the Sunshine of My Life van Stevie Wonder. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van uh, deze uitzending van Leef Je Geloof in de Zomer. Vanavond kunt u op deze zender nog verwachten in het kader van deze week de serie In Den Beginnen. Dat is om half negen op deze zender Radio 5. En daarvoor om 8 uur is Door de Wereld Radio. En dan gaan collega's André Diepenbroek en Joop van der Elst op zoek naar Sporen van God in Vlaanderen. Deze zender, Radio 5, kunt u zometeen luisteren naar de RKK met Kruispunt Radio.